Hallo, ik ben Burak Nally. Ik ben 35 jaar. Ik ben voor het eerst verkozen in het Vlaams parlement van op de tweede plaats op de Oost-Vlaamse lijst van Vooruit. Ik woon in Gent. Ik heb een vrouw en een dochter van 3 jaar oud. En ik ben een fervente supporter van de Buffalo's. Waarom heeft u deelgenomen aan de verkiezingen? Ik heb deelgenomen aan de verkiezing om mij politiek te engageren en mij politiek in te zetten om de problemen van de mensen op te lossen. Er zijn maatschappelijk structurele problemen die moeten aangepakt worden, zoals bijvoorbeeld betaalbaar wonen, problemen in de kinderopvang, onderwijskwaliteit, noem maar op. Dat hoor ik in de stad waar ik woon, in Gent. En dat hoor ik ook zeker overal in Vlaanderen waar ik naartoe ga. Dus de politiek heeft mensen nodig die zeer geëngageerd zijn en deze problemen wensen aan te pakken. En ik zal mij in de komende 5 jaar mij keihard inzetten om deze problemen, deze structurele problemen aan te pakken. Hoe is de avond van de verkiezingen verlopen? Op de avond van de verkiezing zat ik op ons provinciaal hoofdkwartier in Gent, waar we met alle Oost-Vlaamse leden en sympathisanten zijn samengekomen. Wij hebben de binnenkomst van de resultaten bekeken. En ja, de sfeer zat heel goed. Wij behoren tot de winnaars. En we zijn de eerste keer in 20 jaar gaan we erop vooruit. En de kiezers hebben ze ons beloond. Dus het was heel goed, het was heel tof, de sfeer zat goed. Ikzelf, ik heb ook nog gesproken met een aantal journalisten van het Nieuwsblad en het Laatste Nieuws en zo. En daarnaast hebben wij ook de speeches gevolgd van de voorzitters om te kijken welke voorzitter zegt wat en hoe gaat de formatie eruit zien en wie zijn de andere winnaars, wie zijn de verliezers van de verkiezingen. En daarnaast hebben we het gewoon gevierd met leden en sympathisanten tot laat in de nacht. Het was heel tof in Gent. Bent u tevreden met het resultaat? Ja, we zijn heel tevreden met het resultaat. We gaan er op vooruit, eerste keer in 20 jaar. We gaan van 13 naar 18 zetels in het Vlaams parlement. Dus we krijgen 5 zetels erbij in onze fractie. We zijn daar heel blij om. Conor, Melissa, Frank en Caroline hebben in de afgelopen jaren formidabel werk geleverd. En we zijn heel blij dat dat werk ook beloond is door de kiezer. We zijn ze dankbaar daarvoor. Ikzelf, ik heb 7300 voorkeurstemmen. Ik kom de eerste keer op boven lokaal in Oost-Vlaanderen. Dus dat is ook een heel mooie score. Ook mijn persoonlijke score in Gent was heel oké. Ik heb 2600 stemmen gehaald, of iets meer dan 2600 stemmen in Gent behaald. Dus al bij al ben ik heel tevreden met het resultaat. En nu is het aan ons om eigenlijk verder te werken op die elan en om goed beleid te voeren wat betreft onderwijs, jeugdbeleid, welzijn en nog een aantal andere zaken. Wat zijn uw verwachtingen over uw nieuwe functie? Mijn verwachting is dat we vooral het verschil kunnen maken voor de mensen. We weten dat wat betreft de Vlaamse bevoegdheden heel wat uitdagingen zijn, zoals het vinden van een betaalbare woning voor jonge mensen, zoals de onderwijskwaliteit, zoals een eerlijk jeugdbeleid. Op die domeinen zijn er heel wat uitdagingen en ik zou heel graag meewerken aan het vinden van passende oplossingen voor deze problemen van de mensen. En ik ben dus ook heel blij dat wij een heel sterke fractie hebben, dat we naar 18 zetels zijn gegroeid en dat er een mooie combinatie is tussen vernieuwing en ervaring, waarbij dat we goed op weg kunnen geholpen worden door onze ervaren parlementsleden. En wij worden ook heel goed ondersteund door de medewerkers van onze partij om onze doelstellingen te bereiken, om dus mee te werken aan het vinden van de juiste oplossingen voor de uitdagingen in Vlaanderen. Zal u uw mandaat combineren met een andere job? Nee, ik ga dat niet doen. Ik heb mijn werkzaamheden bij mijn huidige werkgever gevraagd om die op te schorten, om die volledig op te schorten. En ik zal dus voor 100% mij volledig focussen op de politiek. Ik denk ook dat de politiek dat eigenlijk een fulltime aanwezigheid en een fulltime focus vraagt als je het goed wilt doen. Dus ik zal eerst moeten beginnen met het juiste voorbeeld bij mijn eigen te houden om zelf het juiste voorbeeld te zijn. En ik zal mij dus volledig focussen op de politiek voor 100%. Ik ben dus nog net verkozen en dat wil zeggen dat ik daarnaast geen andere functie of job heb. In oktober zijn het wel gemeenteraadsverkiezingen. Ik ben zelf Gentenaar en ik zal in oktober ook opkomen op de stadslijst in Gent, waar wij een heel sterke lijst hebben en ook daar het verschil kunnen maken voor de Gentenaar. Wat is de impact op uw sociale en familiale leven?
Ik ben al 12 jaar mijn vrijwillig politiek engagement aan het combineren met een fulltime job in de privésector, buiten de politiek. Dus ik ben eigenlijk al gewoon om een drukke agenda te hebben. Ik heb al heel mijn leven een drukke agenda. Het is ook heel tof om die te kunnen combineren. Maar nu ik volledig, dus 100% mij ga focussen op de politiek, zijn er ook een aantal zaken die ik anders moet aanpakken. Ik heb ook een gezin. Ik heb een vrouw en een dochter van 3,5 jaar oud die naar de kleuterklas gaat. Dus ik ben bovenal ook nog altijd een papa. Voor ons dochtertje moeten we heel vaak heel veel tijd vrijmaken. Dat vind ik ook zeer belangrijk. Dus het is nu eigenlijk kwestie van goede afspraken te maken thuis. We hebben al een aantal goede afspraken gemaakt over time management en tijdsindeling. Vandaar dat het nu onze taak is om dat in goede banen te leiden. Politiek is belangrijk. Familie is belangrijk. Voor de politiek zal ik heel veel tijd vrijmaken, maar ook thuis zal ik heel veel tijd moeten vrijmaken, want ook partner en kind is minstens even belangrijk, waar we ook heel veel tijd voor moeten vrijmaken. Bovenal ben ik, naast politicus, ben ik ook nog altijd papa en dat wil ik ook goed doen. Waarop mag de kiezer u binnen 5 jaar afrekenen? Als vooruit hebben wij de gewoonte om niet heel veel te beloven, maar wat we beloven, realiseren wij ook. Kijk naar bijvoorbeeld de verhoging van de pensioenen in de afgelopen legislatuur. Of naar de verlaging van de BTW op energie naar 6%. Dat zijn zaken die we beloofd hebben en gerealiseerd hebben achteraf. Die ten goede komt voor de koopkracht van de mensen. En we willen verder werken op die lijn. Vandaar dat ik beloof aan de kiezer dat ik mij keihard zal inzetten in het parlement en in de commissies om te werken voor hun koopkracht, voor hun zorg, voor sterk onderwijs. Daar mag de kiezer mij op afrekenen over 5 jaar.